dit gewoon echt een leuke auto. Een klassieke layout. En het is wel zo, als je vraagt naar de meeste mensen van wat is een sportieve Nissan, dan komen ze met een Skyline GTR, tegenwoordig alleen maar GTR. Maar deze 370Z, eigenlijk die Z-serie, sinds eind jaren 60 is die al op de markt. Dus die heeft misschien nog wel meer heritage. En het is een hele klassieke layout met motor voorin, achterwielaandrijving en gewoon niet. Mooie coupé-lijn. Dus ik vind dat wel wat hebben. Het is vol met beleving. Hè. V6 in het vooronder. Ze maakt gewoon een mooi geluid. Atmosferisch blok overigens. Dus het is ergens misschien best ouderwets in deze tijd. Wordt ook nog nieuw geleverd. De 370Z overigens. Maar toch gewoon leuk. En ja, balans en zo is ook gewoon allemaal wel mooi. Dit is dan toevallig een automaat. Met een handbak natuurlijk geleverd. Dan is het helemaal een klassieke sportauto. En die lijnen en zo kloppen ook allemaal wel. Motorische keuze, nou was er eigenlijk niet zo heel veel. De normale en de Nismo, allebei een V6. En het aanbod op marktplaats niet overtuigend ruim. Handjevol exemplaren altijd maar die erop staan van de voorganger. 350Z, dan zie je er wel meer. Die is wat ouder, een stuk goedkoper. Deze auto deelt overigens nog best wel wat van de technologie met die 350Z overigens. Prijzen, begint een beetje bij 20 en het loopt dan op tot net iets boven de 30. Zo over het algemeen. En op dit moment alleen coupés te koop. Want hij is er ook als roadster, maar die zijn even niet te vinden als tweedehands aanbod. In Nederland. Voor een roadster gaan. Het is natuurlijk altijd belangrijk om het dak even goed te controleren. Hij staat ook wel bekend dat er wel wat slijtplekken kunnen zijn. Vaak een beetje met afstellingen en dergelijke te maken. Maar kijk anders onze speciale cabrio video ook nog even terug. Vreemd probleem misschien wel om bij een relatief moderne auto over te hebben, maar is roest. Lakkwaliteit van de 370Z niet fantastisch. Dus dat ga je soms ook terugzien in wat bubbeltjes op de lak, maar bijvoorbeeld ook steenslagschade, wat hij relatief snel heeft op de voorkanten dan natuurlijk. En er zijn een aantal punten waar je gewoon even moet letten, want ook de roestpreventie zelf lijkt ook niet waanzinnig goed. Randen van het dak bijvoorbeeld, bij de portiergrepen, dat soort plekken kun je even controleren op roest. Er is ook een zelfhelende lak geweest als optie. Die is natuurlijk wat beter qua bubbels en dat soort dingen. Krasjes, kleine krasjes, lost die dan feitelijk zelf op. Wat een klein irritatiepuntje kan zijn, zijn de gasveren van de achterklep. In sommige bouwjaren waren die wat te zwak en dan komt die achterklep niet lekker omhoog. Nou, dan kun je anderen voor bestellen, want het is natuurlijk wel naar dat je dat dan weer zelf omhoog moet doen en zo. Maar goed, ga je niet op laten staan, lijkt mij. Die V6 in vooronder, die klinkt echt fantastisch. Vooral deze auto heeft een andere uitlaat, dus helemaal best een bak herrie uit. Is ook wel een dorstige klant. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Hè? Die modernere, kleinere turbomotoren, die zijn dan toch stiekem wel wat zuiniger. En nu we het toch over brandstof hebben. Een vreemd probleem met de 370Z in snel genomen bochten naar rechts. En denk dan echt circuitgebruik, gewoon volle pollen. Dan krijg je last van fuel starvation, zoals dat zo mooi heet in het Engels. Oftewel, de brandstof komt niet meer bij de motor aan. Dat komt door die tank. Niet genoeg schotten in, ontwerp is niet helemaal lekker. Brandstof gaat naar één kant en de brandstofpomp kan daar dan niet meer goed bij. Is op te lossen met een andere brandstofpomp, maar dat is natuurlijk wel een prijzige oplossing. Je kunt er ook voor zorgen dat de tank altijd bijna vol is. Vanaf zo'n driekwart volle tank treedt dat probleem op. Een ding om op te letten bij de handbak, hoewel je er eigenlijk niet zo heel veel aan kan doen, dat is misschien het nare, de drukgroep van de koppeling die kan vrij spontaan de geest geven. Eigenlijk zonder al te veel waarschuwing vooraf merk je dan op een gegeven moment dat het koppelingspedaal niet meer verder omhoog komt. En dat wordt dan elke keer erger en daar kan je dan feitelijk niks aan doen, moet gewoon gemaakt worden. Best prijzig overigens. Ander ding, achterdifferentieel, eerste bouwjaren,
kan een gierend geluid geven. Zal ook niet iedereen zich aan storen overigens. Maar een nieuw diff lost dat in principe op. Dan krijg je een diff, daar zitten dan een soort koelvinnetjes op. Dus dat is misschien een punt om naar te kijken of die dat diff al heeft. Dan het laatste ding, elektronica. Het contactslot heeft een mooie keyless entry, keyless go, noem het allemaal op. Dus je hoeft die sleutel, die kan gewoon lekker in je zak blijven als die het doet. En als die het niet meer doet, en dan met name het starten, of eigenlijk het contact aanzetten, dan is er ook niet de mogelijkheid om dat nog op een andere manier op te lossen om die sleutel ergens in te steken. Want die, er is gewoon geen contactslot. Eerste bouwjaren trapt dat best vaak op en dan is je auto dus eigenlijk gewoon helemaal dood. Doet hij helemaal niks meer. Nou ja, je kunt volgens mij er nog in en uit, that's it. Dan moet het hele contactslot moet vervangen worden. Dan dit exemplaar, dat vonden we bij ASNV in Nuenen. Stond in een mooi rijtje, maar we gingen toch even met deze pad. Het is echt een leuke auto. Bijzondere kleur ook voor deze auto. Maar wel iets aparts als je voor een Nissan 370Z kiest. Ben je op zoek naar een tweedehands auto en wil je onze hulp? Of ben je een autobedrijf en heb je een hele leuke occasion staan waarvan wij een video mogen maken? Mail dan even naar tips@autoblog.nl.